Ja, inderdaad, Tom en Evan, de gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. Ja, we zijn eigenlijk al een beetje begonnen vanochtend, om 7 uur al in alle vroegte. Maar we gaan nu de actie officieel openen en dat mag u gaan doen. Ja, wat een eer. En ook een hele eer om dit te mogen doen met zo'n mooi doel. Wij zijn zelf ook aan de slag gegaan hier in de provincie. Want wij steunen de voedselbank het hele jaar door. In beleid, in subsidie. Maar we vinden dat we rond deze tijd ook echt de daad bij het woord moeten voegen. En vandaar dat we ook een inzamelpunt zijn gestart. Ja, een inzamelpunt hier in het gouvernement. Ik breek heel even in. Met een hele mooie poster. Die is er gemaakt. Speciaal is die ontworpen door de provincie. Dat klopt, ja. En ja, goed, met een kleine 900 medewerkers dachten wij dat we ook heel veel inkomen zouden kunnen zamelen. Dus dat gaan we de komende dagen doen. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ben je nou buurman van iemand die bij de provincie werkt, geef hem ook dan even dat pakketje mee. Dan komt het hier goed terecht. De provincie is dus ook een inzamelpunt. U heeft zelf ook al spullen gedoneerd, zag ik vanochtend. Ja, dat klopt. Ja. Goed, dan is het nu tijd om de actie officieel te openen. Dus dan gaan we nu een klein momentje maken. Ook alle aanwezigen hier een roffel. Goed, aan u het woord. Ja, ik hoop dat we ongelooflijk veel spullen inhalen voor mensen die het zo ontzettend hard nodig hebben. Niet alleen met de kerst, maar het hele jaar door. De Steun de Voedselbank, steun deze actie en alleen goed bezig. De actie is officieel geopend. Applaus.